Hallo, ik ben Jelle Vossen, speler van Club Brugge. En ik vind het fantastisch om hier te spelen. Zeker omdat al ons materiaal, al onze ballen, onze truitjes altijd perfect in orde zijn. En de enige man die daarvoor zorgt is Pascal Plovie. Dus hij is voor mij absoluut de uitblinker van Club Brugge. We gaan hem nu eventjes in de bloemetjes zetten. Pascal? Pascal? Ja, hij is er nu even niet, maar ik denk als jullie de eerste deur links nemen, komen jullie in de kleedkamer. En daar gaat hij normaal gezien wel zijn. Dus zeg hem absoluut dat hij de uitblinker van Club Brugge is. En doe hem heel veel groetjes van mij. Ik ben Pascal Plovie. Mijn bijnaam is broer hier op Club. Ik ben geboren te Brugge. Ik ben diehard blauw-zwart supporter. Ik werk hier nu ongeveer 23 jaar als materiaalman. 12 jaar als profvoetballer. Ik kom naar hier rond 7:30. Spelers komen aan rond 9 uur. Ik moet zien dat al in de materiaal gereed zijn. Dan begin ik in het magazijn de bal oppompen, dat ze 40 of 50 ballen gereed leggen. Voor de staf alles gereed doen. De spelers moeten op hun gemak kunnen naar de wedstrijd gaan. Dat ze hun moeten denken aan hun schoen. Ze beginnen de wedstrijd en de rest is voor ons. Ik ben hier 12 jaar profvoetballer geweest en na mijn 30 jaar moest ik stoppen met voetbal, omdat er terug een operatie moest komen. Het bestuur zegt, kijk, laat je een operatie uitvoeren. Je bent een van ons, je moet er niet aan denken om ander werk te zoeken. Hier begin je na een operatie. En dat was voor mij like, dat ik de loto gewoon nam. Het mooiste in mijn job is de respect dat je krijgt van de spelers. Het is altijd met goesting en met de limlach. Ja, de club is voor mij alles. Hè. Iedereen weet dat ik ben thuis bij mij zijn. Ik ben met Club Brugge getrouwd. Hè. En dat is de waarheid ook. Hè. Ik ben hier 7 op 7. Als ik één dag niet naar club kom, ja, ben ik niet goed eigenlijk. Als ik het stadion passeer, moet ik binnenspringen.